Lukt het? Ik heb natuurlijk vanmiddag, hoe heet het? iPad-cursus. Ja. En dan wil ik toch even vragen hoe dat met die Wordfeut zit. De eerste keer iPad-les was het vooral lastig. Als je uitleg geeft over een iPad, hoe ga je dat nou iemand van zo'n leeftijd uitleggen? Zodat ze het begrijpen. Want voor die mensen is het natuurlijk heel erg nieuw en niet van, sowieso niet van hun tijd. Ik heb erop zitten dus het nieuws en de krant. En Skype, hè, met onze dochter woont in Australië. Ja, dat vind ik wel leuk met jou net. Vooral niet alleen om het les te geven, maar ook om hun verhalen te horen van vroeger of van nu, wat ze meemaken. Of ik het goed doe? Ik hoop het. Ik hoop dat ik het goed doe. Wil je een broodje? Ik vind die iPad les. Ik ga vanmiddag weer met heel veel plezier heen. En ik vind het gewoon heel gezellig en erg leuk. Je ontmoet weer andere mensen. Ja, super. Joeg man. Er zijn natuurlijk ook mensen die de deur niet meer uit kunnen of zo. Dat kan natuurlijk ook aan mij ook straks zo gebeuren. En dan heb je toch je iPadje dat je toch op de hoogte kan blijven van activiteiten en dingen die er allemaal zijn. Nou, eens kijken waar we gaan zitten. Hey Joop, ben jij er ook? Wat gezellig. Ik ben pas aan het installeren. Helemaal leuk. Goedemiddag allemaal, ik wil graag gaan beginnen. Ik wil het vandaag hebben over online bankzaken, de gevaren op het internet, online winkelen en de betaalmogelijkheden met online winkelen. Ik probeer natuurlijk altijd mijn best te doen. Het meeste wat je ervan leert is gewoon met die leeftijdscategorie te kunnen werken en hun iets te kunnen leren. En nu doet hij het? Nu mag hem openen. Ook mag hem nu openen. Openen. Dan zijn we weer. Nou, dit is toch helemaal te gek, hè? Ja, toch? Ben je toch een kunstenaar? Ja, dankjewel. Geweldig. En je schept toch een soort van band met elkaar. Dus dat is heel erg leuk.